Nina, wat vond jij het opvallendst? Ja, ik ben eigenlijk het boos geworden om het feit dat de politie zoveel geweld heeft gebruikt tegen de relschoppers. Ik vind überhaupt allebei de kant. Ik bedoel, de relschoppers waren natuurlijk ook niet goed bezig. Ben ik ook tegen, maar ik ben überhaupt tegen geweld. En ik heb het idee dat de politie juist boven de relschoppers had moeten staan. Hadden ze dit ook kunnen lossen zonder geweld? Ik ga zo naar jou, Tom. Ja, maar ik zie je heel boos kijken. Nou, er zijn uitschieters. Ik ben er niet bij geweest, dus ik weet niet wat er allemaal precies is gebeurd. Je ziet op social media. Ik zag een filmpje van een jongen die werd in een steegje werd hij klemgereden. En toen werd hij door 3 man werd hij aangepakt. Die jongen was 16. En die jongen werd tegen de grond aangewerkt al. Dus die hadden ze gewoon kunnen boeien. Maar nee, wat moesten ze doen? 3 keer nog op hem inslaan. Ja, ik vind dat gewoon belachelijk. Ik heb deze video ook gezien. Ik denk dan altijd wel, die jongen die was heel hard aan het wegfietsen. Denk ik, wat heeft hij daarvoor gedaan? Ja, maar hij lag al op de grond. Hij had gewoon geboeid kunnen worden. In de politieauto kunnen worden gezet. Het is natuurlijk niet de taak van de politie om erop te gaan slaan. Precies, inderdaad. En ik snap dat de politiemensen ook menselijk zijn. En dat er dingen gebeuren waardoor je misschien uit je slof schiet. Maar er gebeuren de laatste tijd veel te veel dingen rondom de politie. Maar die zijn natuurlijk ook. Je hoorde echt jongeren die zeiden, nou, ik ben even lekker aan het wachten of er nog even geknokt kan worden. Ja, nee, dat bedoel ik. Ik ben niet voor de relschoppers. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar ik vind gewoon, de politie hoort daar boven te staan. En het ergste is nog dat je het eigenlijk ook verpest. Dit soort mensen verpesten het voor een hele grote groep politiemensen die wel gewoon goed hun werk doen. Dus ik vind dit heel erg kwalijk. Tom, jij was boos. Ja, nou ja. Nog steeds? Op Nina. Ik was net, aan het begin van de uitzending was nog aardig gerecht. Dus ik hou dat graag. Je was aardig gerecht. Ja, okay. Dat is dus niet boos worden. Okay. Nee, precies. Ik probeer dat nog een half uurtje vol te houden. Nee, maar buiten de studio schelden, joh. Zaken doen straks begin met Thomas van Zijl. Moet je eigenlijk heel goed luisteren naar wat op de achterkant gebeurt. Dan kan je Tom boos horen. Ja, precies. Nee, maar ik vind het wel lastig om dan op basis van 1 filmpje die politie helemaal Nee, maar te dit gaan zijn beoordelen. Meerdere dingen. Ja, je hebt ook meegemaakt dat bijvoorbeeld een jongen, een Duitse jongen, die is neergeknald door de politie omdat hij met een mes aan het zwaaien was. Maar die jongen was blijkbaar mentaal niet helemaal. Daar gingen gewoon dingen fout. Maar bijvoorbeeld, dit zijn geen incidenten. Dat is juist het ding. Als het nou incidenten waren geweest, maar dit gebeurt blijkbaar steeds weer. Ik heb gisteren nog een filmpje gezien waarin een politieman gewoon random in de lucht heeft geschoten nadat hij probeerde een jongen aan te houden. Ja, weet je, kan een waarschuwingsschot zijn. Ja, nou, alsnog. Wat lokt dat uit? Je lokt alleen maar meer geweld uit. Je hoort daar boven te staan. Je hoort de orde te bewaren. Maar Tom, wat wilde jij zeggen? Nou, ik vind, kijk, ik twitter ook, ik zie ook al die filmpjes voorbij komen. En het is dan heel makkelijk om een oordeel te vellen. Maar inderdaad, wat je net zegt, is bij heel veel van die dingen het probleem. Je kent de context niet. En om dan op basis van 1 filmpje dan die politie te gaan veroordelen met teksten als, waar ik trouwens geen idee van heb wat je daar precies mee bedoelt. Van de politie moet erboven staan, alsof we tegen die stenengooiers moeten zeggen, nou, laten we eens maar eens praten. Ik heb het niet over die stenengooiers. Ik zeg ook niet dat ik het eens ben met de relschoppers. Dat is een frame, daar doe ik niet aan mee. Maar wat ik heel kwalijk vind, is dat mensen die zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat dingen de-escaleren en dat je mensen oppakt die de verkeerde dingen doen, dat die op mensen gaan. Want je kent de context niet. En dat is, dat is juist het erge. Omdat je de context niet kent, vind ik het nog erger dat ik drie politiemensen op een jongen van 16 zie. Of je houdt gewoon je oordeel voor je. En je erkent dat je dat soort dingen niet weet. En je erkent dat bijvoorbeeld Dus geweld is wel oké als de politie het doet. De politie heeft inderdaad het geweldsmonopolie. Nee, ik zal er even op reageren. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid. En de politie heeft niet voor niets wapens. En dat vind ik geheel terecht. Het ideale progressieve sprookje van moet iedereen wapens afpakken en laten we vooral met elkaar gaan praten en misschien nog een waterpijpen. Ja, want daar haal je wel meer mee uit uiteindelijk. Nee, dat is bullshit. Echt dat wel, is echt Tom onzin. De Nooier. Nee. Echt wel. Uit de praktijk kan ik je vertellen. Laten we het heel even. Als aan dit soort mensen ligt, dan krijgen de politie niet de bevoegdheden die ze nodig hebben. Dan zullen dit soort dingen nog veel verder escaleren en dan krijgen we het horen van mensen. Maar we hebben in ieder geval met ze gepraat en zelf geen geweld gebruikt. Waar heb je het over, Tom de Nooier? Dit soort mensen. Maar Tom, zonder dat we in 1 keer met... Wat is dat in 1 keer, Nina? Dat we met achternamen gaan zitten gooien. Nee, ik noem hem gewoon bij zijn naam.
Ja, oké. Okay, okay. Tom, hè? Nina heeft dan bijvoorbeeld ook over dat die video, die is heel vaak gedeeld, ik heb hem ook gezien, dat die agenten, die pakken die jongen, die hebben hem al op de grond, maar die geven hem nog wel even 3 stompen. Wat vind je daar dan van? En bijvoorbeeld een ander fragment is dat waterkanon wat dan werd gespoten op die vrouw, waar ook heel veel verschillende verhalen zijn van de politie. Schedelbreuk heeft die vrouw alleen maar gekregen, maar oké. Ja, precies. Okay, nee, maar je weet, klopt. Dat is feitelijk waar. Wat ze zegt, moet je ook gewoon heel helder in zijn, de gevolgen. En dan heb je aan de ene kant het verhaal van de politie, en aan de andere kant heb je het verhaal van zo iemand die geraakt is en daar lichamelijke schade heeft. Maar je kent verder de context niet. Je weet niet wat er voor dat filmpje zit. En ik vind dan... Moet je dan iemand stompen? Mag ook zelf het antwoord geven. Maar als je dan op basis van zo'n kort fragment daar je oordeel op velt en de politie veroordeelt om het geweld... Het is vooral heel zielig. Ik heb het niet voor de slachtoffer. Ik heb het ook voor de politiemensen die wel goed hun werk doen. Ja. Want wat je nu krijgt zijn mensen die bang zijn voor de politie. Die niet durven aangifte te doen. En de politie zou juist degene moeten zijn die je beschermt en die er voor je is. Tuurlijk. Dus dat is wat ik bedoel. Maar die demonstratie in Eindhoven ik vind ook dat je heel erg neerbuigend tegen me praat. Daar ben ik niet van gediend. Ik praat niet neerbuigend. Ik ben juist heel erg inhoudelijk. En ik geef aan bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld nu ook een extra argument bij die demonstratie van Eindhoven. Die was verboden. Of er was geen vergunning voor verleend. Dus die mensen horen daar in principe al niet te zijn. En dan kun je ook niet dat ik het met hen eens ben. Dat framebeden heet het aan het pushen. Maar dat is niet waar. Nee, daar heb ik geen zin gezegd en ook geen zin bedoeld te zeggen. Dus om dat helder te krijgen. Dat we het vooral niet onnodig laten oplopen. Maar ik vind het wel. Ik vind wel dat die veroordelen. Het is heel goed dat de politie op zichzelf reflecteert. Dat onafhankelijke mensen dat doen. Dat is heel gezond. Je moet namelijk geen cultuur willen waarbij je geweld om het geweld verheerlijkt. Inderdaad, het moet de-escalerende effect hebben. Maar ook ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. De belangrijkste taak van de politie is gewoon om de openbare orde te handhaven. En als er geen vergunning is, er komen mensen demonstreren, uiteindelijk mondt dat uit in rellen, moet je kunnen optreden. Moet de politie de bevoegdheden, de wapens, het gezag hebben om te kunnen optreden. En dan wil ik geen maar verhalen ik heb het, horen. Ik heb het hier over excessief politiegeweld. Dus niet wat over... Is excessief? Wie zijn wij om dat... Excessief is met z'n 3 op een jongen inslaan. Even centraal, maar laten we ook eventjes erboven staan. Want we hebben het nu telkens over situaties die opgedoken zijn in social media. Maar als je kijkt naar het algehele optreden, over het algehele beeld, dus dat we het niet dat is ook een beetje het ding, is dat ik denk dat de politie daadwerkelijk heel goed werk doet. Ik heb zelf met de organisatie die ik heb opgericht, heb ik ook heel veel contact met de politie, voornamelijk roze en blauw. En dat zijn gewoon mensen die echt heel goed hun best doen en die echt heel goed zijn in wat ze doen. En dan vind ik het de zonde dat dit soort beelden naar buiten komen, want daardoor zijn er minderheidsgroepen die niet naar de politie durven te gaan. En dat vind ik echt heel kwalijk, want dat is wel echt, dat wil je gewoon niet. Je wil juist dat ook die mensen beschermd kunnen worden. En als die mensen niet durven naar de politie te stappen, wat hou je dan over uiteindelijk?